Zijn er weer drie uit de woestijn, denk ik? Nee. Hartstikke zomers. Nee. Het Friesbout, hè? Dit is mijn favoriete nichtje, kusje. Nog niet, hè? Nou, hoe oud ben je nou? Ik heb in 9 jaar nog nooit een kusje van je gehad. Hé, en ik snap je wel. Nou, maar wat gaan jullie doen dan? Kusjes! Oh, dus je gaat wel zingen over kusjes. Oh, hebben jullie wel een beetje zin in dan? Ja, echt waar? Zullen we dan maar beginnen, meneer Thijs? Niet voordat we een pauze hebben. Ja, oh ja. Even. En niet voor de jurytafel langs, hè? En een groot applaus. Weet je wat ik ook bijzonder vond? Dat geen één van deze 6 benen in de knoop is geraakt. Dat ging van links en dan die benen. Ik snap er allemaal niks van. Maar dit is ook niet een uurtje geleerd, hoor. Hoe lang hebben jullie erover gedaan? We hebben 5 keer geoefend. Nou, voor mij 1 ervoor, hoor. 5 keer, nee. Niet? Dit kan niet.
Nou, jury, wat vonden jullie ervan dan? Was wederom een fantastisch optreden. Ik geloof er ook niks van dat het maar 5 keer geoefend is. En ik zie jullie twee dat nog niet nadoen. Graag een groot applaus voor deze 3 meiden. Nou Lisa, Marit en Veerle. Ik zei toen straks bij de eerste club dat ze zo goed de taken verdeeld hadden. Hebben jullie dat toevallig achter de deur gehoord? Ja, want jullie hebben dat ook gedaan hoor. Een applausje dat niet iedereen... Hij doet het. Ja, hij doet het. Hadden jullie dat afgesproken? Ja. Heel mooi. Ik vind dat ook een compliment waard. Het wordt daardoor voor ons nog moeilijker. Maar ik kan je wel zeggen, het voelt voor mij heel goed. Kusjes, kusjes, ook voor mij. Nou, zoals jullie zeiden, ik weet niet wat... Wat ik doen moet. Nou, ik heb zo hoog geschreven, ik weet niet wat ik moet zeggen. Want jullie hadden sprakeloos, ik weet het. Jullie hebben echt goede passen. En jullie wisselen ook mooi de rollen af. En die passen die gaan echt onwijs snel. Goed gedaan. Een hard applaus. Ja, voor deze 3 natuurlijk een heel groot applaus. Dat kan harder. Ja, dus. Ah, deze komt aan, toch?